Goedenavond. Exact om 19:30 open ik de vergadering. Iedereen van harte welkom. We bespreken vanavond een hoorzitting. En het onderwerp, ik zal het even voorlezen, want... Vaststellen de notitie, rijkwijde en detailniveau Badhoeve op Catharinahoeve. Het is alleen een hoorzitting, dus we gaan niet in discussie. Volgende week staat het op de agenda voor als sessie. We hebben twee insprekers vanavond. En dat is mevrouw Kamervaar Kegel en de heer Van Kasteren. Ik begin met mevrouw Kamervaar. Als zij hier de zaal in wil komen, dan kan zij het woord krijgen. Zij krijgt denk ik 5 minuten de tijd. En daarna mogen verduidelijkingsvragen worden gesteld. We stellen dit moment geen vragen aan het college. Dat doen we volgende week als dat nodig zou moeten zijn. Dus ik geef het woord aan mevrouw Kamervaar. U krijgt 5 minuten en daarna mogen raadsleden verduidelijkingsvragen aan u stellen. U weet het hoe het is. Ja, ik weet het. Goed, ga uw gang. Geachte aanwezigen, veel van de inhoud van onze zienswijze wordt genoemd in de vaststelling en reactienota's. Wat niet betekent dat de punten volledig zijn weergegeven en wat ook niet betekent dat ze daadwerkelijk gehonoreerd worden. Dat geldt voor opmerkingen over het studiegebied en de indicatoren, maar helaas ook voor de opmerkingen over de positieve effecten van de ontwikkeling van Catharinahoeve op de kwaliteit van onze leefomgeving, zoals door groen en afscherming van grondgeluid. Misschien was dat ook niet duidelijk genoeg gezegd. Ik zal het zo nader toelichten. Maar eerst nog even wat feiten. De A9 is omgelegd om uitstoot en geluid te verminderen en leefbaarheid te verbeteren. De netto opbrengst na gebiedsontwikkeling is helaas minder rooskleurig. Al in de planmer staat dat de verkeersafwikkeling precair blijft en grondgeluid toeneemt. De compensatie voor het groen dat verdween uit de directe leefomgeving is niet robuust. Trek van een strook groen van 50 meter, een tocht, wandel- en fietspaden en poelen voor de rugstreeppad af. En wat overblijft is een groene berm langs een verbindingsweg tussen twee logistieke hubs. Aanvullende maatregelen voor leefbaarheidsverbetering, bijvoorbeeld tegen grondgeluid, zijn er tot nu toe niet. Ooit werd beoogd dat de buik inbedding in een monumentaal groen landschap en afscherming door kantoren zou bieden. Tot zover het oorspronkelijke plangebied. Na de omlegging van de A9 met publiek geld komt er nu een nieuw plangebied waar Catharinahoeve deel van uitmaakt. Private partijen gaan ontwikkelen, een interieure overeenkomst is al gesloten. En wat blijkt leidend bij de ruimtelijke ontwikkeling? De slotenstructuur. Dat wil zeggen een keuze voor landschapselementen die een oplossing waren voor de leefomgevingsproblemen van rond 1850. Terwijl dit is een geluids- en infrastructuurlandschap. En wat er nodig is, zijn oplossingen voor de leefomgevingsproblemen van 2150 en daarna. Dan hebben we het over grondgeluid. Natuurlijk begrijpen we dat er hogere belangen spelen, dat geldt voor de omlegging ook. Maar feit is dat de gemeente, minister en Schiphol, aanspreekt op oplossingen over grondgeluid. Daar hebben we het college ook voor bedankt. Grondgeluid in Badhoevedorp in het hinderreductieprogramma van Schiphol staat. En ook de provincie zich bezighoudt met haar bouwen bij grondgeluid. Feit is ook dat de ruimte voor maatregelen tegen grondgeluid bij Badhoevedorp beperkt is. Maar toevallig wel samenvalt met het plangebied van Catharinahoeve, Zuid en Rijkstee. Dat ligt tussen dorp en startbanen recht in de voortplantingsrichting van het geluid van startende vliegtuigen van Aalsmeerbaan en Kaagbaan. Barrières helpen, dat leren de A9 en Schuilhoeve. Als hier geen maatregelen worden genomen, waar moet het dan wel? Ons lijkt logisch dat de partijen hier hun voornemens in daden omzetten. Dat de gemeente gaat sturen niet op sloten, maar op leefbaarheid. Dat dit zichtbaar wordt in de varianten van de MER. En vooral dat er nu al over maatregelen na wordt gedacht. Want straks is het te laat, dat kunnen we u vertellen, daar hebben we ervaring mee. Wat we graag willen is dat het voor het dorp relevante milieugevolgen volwaardig worden meegenomen in de MER. En dat uit de NRD blijkt met welke rijkwijde en detailniveau dat gebeurt. Melden dat aanvullend aandacht zal worden besteed, terwijl verderop staat dat dat allemaal waar mogelijk is niet volwaardig. Het is vooral heel vaag.
zoals dat ook geldt voor gezondheidseffecten die dan kennelijk alsnog beschreven worden. Zet die zaken dan in de NRD, want daar is die voor. 4 punten. Zet in de NRD dat het dorp studiegebied is als het gaat om verkeer en geluid. Dat kan met een plaatje of op pagina 26, 27 bij de thema's en aspecten. Verkeersaantrekking heeft gevolgen ver voorbij de directe omgeving. En in de tekst wordt vermeld dat er een verknoping is tot aan de toegangswegen vanuit Amsterdam. Lees Sloterbrug. En hinder door grondgeluid is er in grote delen van het dorp. Voeg de indicatoren oppervlakte en kwaliteit van groen, wandelpaden, cumulatieve geluidsbelasting en grondgeluid toe op pagina 26 en 27. Luchtvaart volgens het LIB zegt helemaal niks in Batuverdorp. Grondgeluid kan kwalitatief worden omschreven, maar kan ook zichtbaar worden gemaakt in de voortplantingsrichting van het geluid. En nu kennelijk de varianten uit de MER met de NRD worden vastgesteld, kies voor varianten die echt verschil maken. Verschil voor de leefbaarheid op basis van bovengenoemde indicatoren. Tot slot het verzoek om, als de commissie MER gaat toetsen, te zorgen dat ze ook de zienswijze erbij kunnen betrekken. En voor alle duidelijkheid, gezondheid meenemen aan de voorkant is voor Batuverdorp al lang een gepasseerd station. Catharinehof is een fantastische kans voor Batuverdorp, maar het is wel de laatste. Dank u wel. Ik dank u wel. Ik kijk even rond wie van de raadsleden een vraag wil stellen. Ik zie het handje van de heer Spijker, 1 Haarlemmermeer. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Kamervaar, u heeft het over grondgeluid. Ik ben ook een Batuverdorper, dus ik kan me ook heel druk om maken. Wat voor advies heeft u voor de raad tegen het grondgeluid? Nou, het is bekend. Er zijn al een aantal maatregelen zijn er bekend. En dat is plaatst er een barrière tussen. En dan heeft het met name te maken met de oriëntatie van die barrières. Dus dat betekent dat als jij een slotenstructuur maakt die zus loopt, dat je dan ook moet afvragen of dat de optimale richting is voor als je gaat bouwen. Daarnaast zou Schiphol nu bezig zijn met het onderzoeken van allerlei maatregelen voor grondgeluid. Dus dan moeten ze dan wel snel zijn, want anders wordt er hier al iets anders gedaan. Dat is een beetje ons probleem. Dank u wel. Meneer Heijmeriks, HAP. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb een vraag aan mevrouw Wernevaar. Namelijk het volgende. U heeft een zienswijze ingediend. Die hebben wij niet gezien, want wij hebben de zienswijze gezien in de nota van de zienswijze die geleid hebben tot een aanpassing van de NRD, zoals u dat aangeeft. Kunt u aangeven op welke wijze u uw zienswijze heeft gegeven? Want u heeft een aantal punten aangestipt. Ik zou die nog wel eens willen nalezen en de reactie van het college daarop. Dat conform de instructies en er staat ook bij, het is gericht aan de raad. Dus ik was ervan uitgegaan dat u hem dan ook wel ergens zou hebben. Want u heeft nou alleen de weergave van het college. En we hebben best wat technische opmerkingen gemaakt. Ook over van, goh, wat een groot verschil tussen de gedetailleerde invulling van die varianten en het abstractieniveau waarop u dat straks gaat beoordelen. Dat is een beetje, ja, dat past niet zo goed. Nee, dat is daarom ook mijn vraag. Ja. Van, wij hebben gezien de zienswijzen die geleid hebben tot echt een wijziging in tekst. Ja, verder hebben wij de opmerking gekregen dat een aantal opmerkingen die in de zienswijze gemaakt zijn geleid hebben tot een verscherping van tekst. Maar ik zou graag de reactie willen zien op uw zienswijze. Laten we even via de voorzitter praten, anders wordt het verwarrend. Maar u krijgt op uw vraag de bevestiging dat u dat aan meneer Heijmeriks toezendt. En zelfs aan de hele raad lijkt. Dat mag u zelf bepalen, maar dat kan. Als die vraag gesteld wordt, dat is dat u vrij om het te geven. Ja, ik ben heel collegiaal. Die vraag dat gaat goed komen. Ja. Voorzitter, dank u wel. Dat is afgehandeld. Mevrouw Vink, mevrouw Maat, u stak uw vinger nog op of heb ik dat mis? Nee? Nee? Oké, excuus. Mevrouw Kerkhoff, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Fijn dat u bent gekomen. Ik heb eigenlijk ook dezelfde opmerking als heer Heijmerich, dat wij uw zienswijze niet gezien hebben. Dus graag ontvangen we die, ook eigenlijk van alle anderen. Ik mag niks aan het college vragen, maar eigenlijk is dat wel een verzoek aan het college om die 4 zienswijzes aan de raad, in ieder geval aan de woordvoerders dan door te sturen. Liefst aan de hele raad. Ik heb wel een vraag. U heeft het over grondgeluid en barrières.
Nou weet ik wel dat in Bad Hoefdorp het grondgeluid is toegenomen. Hè, omdat het viaduct van bij de A9 dat allemaal weg is. Maar nu gaan ze straks bij Catharinehoeven gaan ze bouwen. Heeft dat in uw beleving effect op het grondgeluid in Bad Hoefdorp zelf? Enorm positief effect op het grondgeluid in Bad Hoefdorp zelf hebben. Als je bereid bent daar op dit moment al over na te denken. En geen dingen doet die dat later onmogelijk maken. Het kan heel leuk zijn. Dus wat ik net zei, het gaat ook om de oriëntatie van gebouwen, om de hoogte van gebouwen. Daarnaast is het natuurlijk ook hoe het zit met groen. Ik zei al, het is niet zo heel robuust uitgevallen. Kijk daar dan ook naar. En doe dat nu. Daar heb je ook die mer voor natuurlijk. Ja, dus begrijp ik dat u zegt, als je het gebouw in de lengte of in de breedte neerzet, ja, dat soort zaken bedoelt u? Ja, en de straat, hoe straten lopen en zo? Ja. Oké, dank u wel. Dank u wel. Dan kijk ik nog even rond. Zijn er nog andere raadsleden? Dan krijgt de heer Heijmerix even nog een nabrander. Gaat uw gang. Precies, ik wil vragen of ik nog een nabrander los mag. Je ziet, ik ben vanavond echt aan het oefenen. Om weer in het ritme te komen. Dus de scherpte is iets trager dan normaal. Ik zou de vraag aan mevrouw Kamervaar willen vragen. De volgende. U had het over een gemis. Bepaalde dingen die gemist worden in deze NRD. Mijn concrete vraag is, we hebben twee alternatieven. Hoe zou u uw alternatief, wat u zich zou wensen, in één zin omschrijven? Bedoelt u de variant of de alternatieven? Dat vond ik een beetje... Alternatieven. Dorpsgericht. Het zijn buren, hè? Dus niet een ontwerp maken wat niet op de buren is gericht. Duidelijk antwoord, dank u wel. Dan zijn alle raadsleden aan de beurt geweest die wat wilden vragen. Dan dank ik u voor uw bijdrage, uw inbreng. En dan mag u weer naar buiten de zaal. En als u buiten bent, mag de heer Van Kasteren naar binnen. En let vooral op elkaar. Ja, het is wel heel bijzonder allemaal. Welkom, de heer Van Kasteren. U mag achter het sprekersgestoelte. Kijk, het is nu net als de Tweede Kamer. Er wordt even gepoetst. Historische beelden zien we. U krijgt 5 minuten voor uw inbreng. En daarna zullen de raadsleden nog wat vragen kunnen stellen. Als u, dan merkt u vanzelf als u onduidelijk bent. Goed, gaat u gauw. Ja, graag de aanwezigen. Goedenavond. Mijn naam is Radboud van Kasteren. Ik ben eigenaar van het perceel waarop de historische boerderij Catharinehoeve, die de naamgever is van het hele bestemmingsplan die daar staat. Allereerst dank voor de mogelijkheid voor het leveren van inspraak en de reactie op de mij ingediende zienswijze. Ik heb het ernaar teruggezien, ook al was het inderdaad een beetje teruggebracht tot 2 zinnen. Het ging over een overgangsgebied tussen zeg maar, het grote gebied waar heel veel werkkantoren zullen ontstaan. En dan kun je ook denken aan het overgangsgebied naar de paar woningen die er staan. Wat mij opviel aan de gewijzigde NRD is dat afbeelding 1, waarop het plangebied staat afgebeeld, dat is ook gewijzigd. Daarop is nu een gebied gearceerd. En zijn ineens de percelen van mij en mijn directe buren, die zijn niet mee gearceerd. Ik wil wel even onderstrepen dat het plangebied natuurlijk wel het hele rood omlijnde gebied betreft. Dus mogelijk is dat alleen een aanduiding van grote gebieden of kleinere gebieden. Maar ik wil natuurlijk wel op wijzen dat wij als particuliere eigenaren ook deel uitmaken van het plangebied. En ook graag willen meedenken over de gebiedsvisie. Ik hoorde dat die is aangevraagd door de grondeigenaren, maar ik en mijn directe buren wisten nog van niets. Tevens willen wij alvast pleiten voor het toekennen ook van de bestemming gemengd, ook op onze percelen, zodat de bestemming voor het hele plangebied kan gelden. Dit is namelijk mijns inziens de sleutel om op duurzame wijze waarde te kunnen creëren voor het gehele gebied. Als deze percelen agrarisch of wijzigingsgebied blijven, dan is natuurlijk een risico op verrommeling en kan er een zogeheten rafelrand ontstaan aan een verder stedelijk hoogwaardig in te richten gebied.
De waardevermeerdering biedt dan ook voldoende kansen om bijvoorbeeld de boerderij Catharinahoeve te restaureren en een bestemming te geven. En kan ook onze eigen weg, die nu aansluit op de Slotenweg en via de Veldpostpark verbreed worden, zodat de Schipholweg bij onze eigen ontwikkelingen volledig ontzien wordt. In het kort, eigenlijk, vergeet ons niet. Maak ontwikkeling van onze percelen mogelijk. En wij als particuliere eigenaren, ik spreek er ook namens mijn directe buren, wij zullen dan ook alles in het werk kunnen stellen om een prachtige ramp te vormen aan het grote plangebied. Vanzelfsprekend willen wij natuurlijk constructief meewerken aan de planvisie en zullen wij rekening houden met grote ontwikkelingen in het plangebied en voor onze eigen ontwikkeling, onze eigen verkeersafwikkeling kunnen realiseren. Dank u wel. Wie van de raadsleden heeft nog een vraag aan de heer Cordevaar? Dan heeft u uw punt gemaakt. Dat was daar. Oh, sorry hoor. Ik zag het niet. Links was even in mijn blinde hoek. Dank u wel, voorzitter. Gaat u gaan. Dank u dat u gekomen bent. Ik hoor u iets zeggen over eigen verkeersafwikkeling. Wat moet ik daarbij denken? Gaat u zelf een weg aanleggen waar u over gaat rijden? Of wat moet ik me daarbij voorstellen? Heel mooi dat u dat vraagt. Kijk, op mijn perceel ligt al een weg, mijn eigen toegangsweg. Dat is ook de toegangsweg voor de linker, voor de boer. Die gaat daar met de trekker overheen. Dus ik heb al een weg daar liggen. Die ligt er al bijna 100 jaar. Die kan eens verbreed worden. Dus kan ik via de Slotenweg en er komt een nieuwe weg, Veldpostpark, dus voor de sportvelden die nu aangelegd worden. En die sluit dan veel verder pas bij de snelweg aan op de Schipholweg, waardoor ik voor mijn verkeersafwikkeling om van en naar de snelweg of bijvoorbeeld van en naar Schiphol te komen, heb ik dus de Schipholweg helemaal niet meer nodig. Dus dat zou natuurlijk wel enorm schelen als er inderdaad is. Je ziet nu wijzigingsgebied 1. Dat kan dan van agrarisch ook meedoen in het grote geheel. Dus ook een bestemming gemengd krijgen. Dat willen we natuurlijk graag. Dus dan vind ik ook dat ik zelf dan moet nadenken van hoe los ik dat op. Want dus een van de voorwaarden is dat er natuurlijk niet meer verkeer moet ontstaan. En de Schipholweg die probeer ik dan te ontzien. Dat is wel een probleem in dat gebied. Hè? Het kan een probleem worden, de verkeersafwikkeling. Ja, dat zie ik nu nog niet, maar natuurlijk moet je daar wel rekening mee houden. Tuurlijk. Dus vandaar willen we heel constructief meedenken. En we zijn natuurlijk maar net die hap eruit, zeg maar, in het grote gebied. Dus het zou natuurlijk zonde zijn om die niet de bestemming gemengd te geven. Ik kan niet daar enorme ontwikkelingen plaatsen te vinden. Het gaat om de laatste paar hectare, is dat. Oké. Ja. Goed, dank u wel. Dan dank ik u en dan mag u weer naar uw plaats. Ja, het is eigenlijk een vrij eenvoudige hoorzitting. Het zijn twee insprekers en dat is het dan. En dan sluiten we hierbij deze vergadering. En het onderwerp staat volgende week donderdag weer op de agenda voor de bespreking met het college. Ik dank u voor uw aanwezigheid.